Een van de weinige in Amsterdam gaaf bewaard gebleven gebouwen uit de zogenaamde Jugendstilperiode is het American Hotel op het Leidseplein. Enkele tegeltableaus verraden reeds iets van deze stijl die omstreeks de eeuwwisseling haar hoogtepunt bereikte. Het interieur van het café met de leestafel als bekend punt voor afspraken is sedert de inrichting in 1902 vrijwel niet veranderd. Een kleine tentoonstelling in het hotel geeft bezoekers vooral een indruk van de ontwikkeling van de kunstnijverheid in de Jugendstilperiode in Nederland. De stijl wordt gekenmerkt door uitbundige decoraties, zoals onder andere blijkt uit een wandbord en uit een vaas uit 1884. Later wordt vooral de levende natuur een belangrijke inspiratiebron. Planten en dieren verschijnen als decoratieve elementen. Op deze buitensporige versierlust ontstaat in Nederland een reactie die uitmondt in uiterst sobere wiskundige figuren. Cirkels, driehoeken, vierkanten. Ook in de binnenhuiskunst dringt de Jugendstil door. Het Haagse Gemeentemuseum bezit daarvan een uniek voorbeeld in de zogenaamde Dijsselhofkamer, die in 1897 door Dijsselhof werd ontworpen voor een Amsterdamse arts. Alle onderdelen van het meubilair zijn typische voorbeelden van de nieuwe kunst, zoals de Jugendstil ook wel genoemd werd. Hetzelfde geldt voor de gebatikte wandversiering met zijn diermotieven. Er is vrijwel geen terrein van de kunst geweest dat zich aan de invloed van de nieuwe kunst heeft kunnen onttrekken. Zo werd in de boekkunst de hoofdletter soms tot ornament gemaakt. Vele kunstenaars van naam, zoals Jan Toorop, werkten ook in de nieuwe stijl. Van hem is bijvoorbeeld beroemd geworden deze affiche voor Delftse slaolie. Zo typerend voor de Jugendstil dat men sindsdien ook wel van slaoliestijl spreekt. Een stijl waarvan in de architectuur het American Hotel in Amsterdam een waardige representant is.